Dit katje verandert in een hond. Verwijder de oren en verf de vacht bruin. Verf de ogen. Nu heeft Liberty bruine ogen. Ze is zo schattig. Maak oren. Ze zijn floppy en schattig. Liberty gaat veel avonturen beleven. De vogels relaxen in de zon. Liberty wacht op het juiste moment om ze te zien springen en ze te laten schrikken. Dit is zo leuk. Plotseling hoorden ze de hond huilen. Wat is er gebeurd? We hebben een probleem. We zijn onze telefoon kwijt. Liberty ging op zoek naar de verloren dingen. De geur leidde haar naar de struiken. Dat klopt, hier is het. Ze pakte het hebbedingetje met haar tanden en ging terug naar de meisjes. Je hebt het gevonden. Het is een wonder. Dankjewel. Verf de plastic bak blauw. Voeg bloemen toe. We hebben deze wielen nodig. Maak een deel van een auto vast en een handvat. Nu is het handig om zelf te trekken, zelfs als het vol is. Goedemorgen, het is tijd om eten te gaan zoeken. De hond legde het krantendekentje weg. Sprong in een karretje en ging naar de kruidenier. Wat is er? Ik zie mijn vriend niet. Kunt u mij vertellen waar mijn vriend is? Hij werkt hier. Ik vervang hem vandaag. Oh, maak je geen zorgen, lieverd. Ik zal je niet hongerig achterlaten. Liberty kreeg wat lekkere mais. Dag, pluizige baby. Tot de volgende keer. Wauw, een doos verscheen op magische wijze. Snij een ingang uit. Elke auto past erdoor. Vouw het papier. Doe een draad door de gaten. We hebben beweegbare jaloezieën gemaakt. Verf de schablonen roze. Leuke lamellen versieren de garage. Wat verstopt er zich achter de jaloezieën? Sky is op een missie. We hebben zo snel mogelijk een vliegtuig nodig. Oh nee, het slot zit vast. Wat moet ik doen? Liberty kwam helpen. Hé, ik kan niet naar binnen. Is dat het? Ik kan het in een minuutje maken. Liberty nam een speld en de garagedeur ging open. Jee, het vliegtuig doet het weer. Luister, willen we samen op missie gaan? Dat klinkt als een echt avontuur. De propeller startte. De honden vlogen op een missie. Liberty, we kunnen een hel maken van deze bal. Teken de lijnen en knip het overtollig af. Inzetstukken van schuimpapier versieren de helm in het midden. Teken een paardendeken op kunstleer. Dat is het kenmerkende uniform. Nu is Liberty gekleed als een lid van de Paw Patrol. De honden zijn naar het hoofdkwartier gekomen om te horen welke missie ze deze keer hebben. Liberty, kijk, dit is je Paw Patrol uniform. Wauw, het is prachtig! De hond probeerde de kleren aan. Woef, woef, bedankt! Gefeliciteerd, nu ben je echt een lid van Paw Patrol. Lijm er inzetstukken op met het nummer 22. Voeg felgele koplampen toe. Maak een stoeltje met een rugleuning. Een paar kralen aan een draad veranderen in een achteruitkijkspiegel. Voeg een groot inzetstuk toe met een witte rand. En voeg een blauwe en witte streep toe. Deze brommer is het perfecte vervoermiddel om de misdaad te bestrijden. Liberty is op haar eerste patrouille. De meiden zijn blij om haar als lid van het team te zien. Hé, Liberty, je doet het geweldig. Gefeliciteerd! Trouwens, we zagen een crimineel in de buurt. Die gemene kat is weer terug bij zijn oude streken. Oh nee, hoe ziet hij eruit? De kattencrimineel reed vlak achter haar. Miauw! Pak hem! Veel geluk! Knip een ingang uit. Verf het roze. Versier het met kleine botjes. Een schattige doos werd een huis. Maar we zijn nog niet klaar. Bedek de bevestigingspunten met een lint van schuimpapier. Bedek de ingang met een witte boog die de poot met de vleugels heeft. Er zit een zacht kussen in. Dit is de perfecte plek om uit te rusten na een dag hard werken.
Sky vliegt boven het bos als plotseling haar motor begint te haperen. Ze zal een noodlanding moeten maken. Yes, het is haar gelukt om het vliegtuig te landen. De hond is veilig. Maar het is zo koud in het bos, zelfs haar vacht en haar pak helpen niet. Ze moet zo snel mogelijk onderdak zoeken. Die oude Paw Patrol bunker? Joepie, wat heb ik een geluk! Nadat ze binnen waren gekomen, zag ze haar oude huis. Die kan ik gebruiken om op tafel te klimmen. Daar stond een laptop. Een paar klikken en Sky riep om hulp. Nu kan ze uitrusten. Het huis moet dichter bij de open haard staan. Al snel hoorden ze het geluid van een motor. Liberty is hier. Ben jij in orde? Ja, ik heb het lekker warm gekregen bij het vuur. Laten we teruggaan naar het kantoor. En de honden gingen terug naar de veiligheid. Zet een hondenvoerautomaat in een potje. Maak een lang stuk van een kleibol en maak kleinere stukjes. Het is hondenvoer! Deze geur zal alle honden hierheen roepen. Dek het af met een deksel. Zet de stukken bij elkaar en verf alles zilver. Zet er een pot met eten op. En een zilveren halve bol met een bot. Nu kan Paw Patrol altijd een hapje eten. Hallo, kijk eens rond. Alles is anders. Je zult wat nieuwe dingen moeten leren. Maar we hebben een coole voedselautomaat. De honden begonnen rond een machine te rennen. Ryder drukt op een paar knoppen en een grote portie voedsel valt op de grond. De honden zijn blij aan het eten. Heerlijk. Ik zit vol. Blij dat ik kan helpen. Het heeft een wit deksel en de hoofdcontainer zal roze zijn. Knip de ingang uit. Verberg de bevestigingspunten onder een kantenlint en een rood koord. Bedek de ingang met schijnpapier en versier het met pompons. Voeg een zachte plusje deken toe. En er zijn bloemenprints op het huis. Ligt het aan ons of lijken ze op pootjes? In de Paw Patrol HQ gaan de honden aan het werk en mogen ze spelen. We speelden een geweldig spel met de bal. Dat deden we. We renden zoveel. En nu is het tijd om te gaan slapen. Liberty is in haar nieuwe hondenhok. Maar Sky speelt nog steeds rond en springt op het dak van het huis. Wat een schatje! Maar toen werd zij ook moe. Sky ging naast Liberty liggen. Verf een plastic bak en markeer hem oranje. Een paar geprinte details worden pijpen. Spiesjes van schuimpapier verstevigen het frame. Maak het vast aan het frame. Er is een container van een stuk speelgoed aan de zijkant. Voeg schuimpapier cirkels. Bevestig er brede bladen met een gouden kraal aan. Voeg een kristal met een magische eigenschap toe. En het is handig om het te verplaatsen met deze kranenwieltjes. Verbind een deel van de golfkoker met ringen van schuimpapier. Dit ongelofelijke apparaat kan het weer regelen. Deze machine is gemaakt door wetenschappers om de stad te helpen. Maar de machine slaat op hol en zuigt alle wolken naar binnen. Wat zal er gebeuren met het weer in deze stad? De pop kwam naar Lalilu. We hebben het hier ergens gezien. Dat klopt, het is Sky. En masker ziet er niet goed uit, dus we hebben haar gezicht hertekend. Breng nieuwe lippenstift aan. Teken de wenkbrauwen en veeg blush toe. Maak paardenstaarten. Trim de ponies. Pootjes schitteren in haar paarse ogen. Probeer het, Sky. Dit lievertje heeft een nieuwe outfit. Zet een helm op met een badge. Menselijke Sky is net zo goed als hond Sky. Sky jaagt op de wolkenvanger. De machine eet elke minuut meer en meer wolken. We moeten het stoppen. Maar de piloot kan de machine niet inhalen. Op een gegeven moment vloog het vliegtuig in een wolk. En wat? Een wolkenrijder? Het voertuig kan het gewicht niet houden en begint te dalen. Ah! Sky landt vlakbij Ryder. Wat is er gebeurd? Dat was raar. Wat?
papier staat Sky. Maar hoe? Ze kunnen allebei niet geloven wat er gebeurd is. Liberty blaft van verbazing. Maar ze herkende haar trouwe vriendin in haar nieuwe uiterlijk.